nou? Eet nou wat. Hey, wat heb je nou toch? Laat nou maar, Anna, het is nutloos. Nou, ze eet nou echt dagen niet meer. Ik maak me echt een beetje ongerust, hoor. Ja, anders ik wel. Iemand moet de tante Tip toch vertellen als Mata Hari het tijdelijke voor het eeuwige verwisseld heeft. Oh, maar dat wil ik wel doen, hoor, als dat probleem is. Nou, Fik, hou je mond. Hey, kunnen wij niet zo'n ding huren? Zo'n trechter met zo'n molentje waar ze ganzen mee vetmesten. Je wringt zo'n ding in zijn bek en je draait het eten achter elkaar. Oh, wat dierenbul! Hey, wat moeten we dan? Kunt het toch moeilijk aan een infuus leggen? Ach, de arme schat mist het vrouwtje natuurlijk. Kinder. Ja, dat doe ik ook wel eens als ik in Brussel zit, hè? Maar ik blijf er wel lekker bij eten. Ja, dat komt omdat jij niet weet wat houden van is, Victor Bolt. Ja, jongens, alles goed en wel. Wat doen we nou? Want het beest is echt ziek. Dat beest mankeert helemaal niets. Dierenarts heeft er eergisteren nog onderzocht, heeft niets kunnen vinden. Ja, heeft niets kunnen vinden. Wil niet zeggen dat ze niks heeft. Maar wat heeft de dierenarts precies gezegd, Pam? Dat het een absolute hysterica is. Ja. Goh, van wie zou ze dat nou hebben? Hou je mond nou eens. En wat nog meer? Nou, Anna. Ja, nou ja, dat zei hij. En toen heeft hij de doorverwezen naar de psychiater. Nou dan! Ja, ja, zeg, jullie kennen mijn standpunt in deze, hè. Ik ga absoluut niet met een hysterische poetel naar een hondenpsychiater toezetten. Zeg, grenzen, zeg. Zeg, zeg, zeg. Maar als ik nou eens met je mee ging. Hè? Ik bedoel, met z'n tweeën voor paal staan, dat is minder erg dan in je eentje. Ja, daar verheug ik me nou op, hè. Henri, ja? En Willem samen met een poedeltje bij de psychiater. Heel aardig, Victor. Je bent een enorme steun in moeilijke momenten, ja. Ja, pa, wat kan je toch vreselijk stom uit die hoek komen, zeg? Ja, daarom heeft hij ook zo'n bliksemcarrière in Brussel kunnen maken. Nee, weet je, ik vind het eigenlijk wel leuk. Ik wil wel eens weten wat zo'n hondenpsychiater nou eigenlijk allemaal te vertellen heeft, ja? Ja, pap. Ja. Zie het gewoon als research. Ja, wacht, maar dan moet die research wel door Tip betaald worden, want anders wordt het een kostbare grap. Oké, laten we het zo eens bekijken. Een kostbare grap die we niet eens zelf hoeven te betalen. Ja? Heet ze al? Nee. Maar jongen, dan geef me op. Wat? Moet je kijken wat die witte muts daar binnen laat liggen. Hé, hey, oh, alleen een tartaartje, man. Niet mijn vingers. Nou, die heeft geen hondenpsychiater nodig, hè? Nee, beslist niet, nee. Ja. Ja, hoe... Ja. Hoe laat, zegt u? Nou, ogenblik, alsjeblieft. Hé, Rick, schijn nou toch alsjeblieft even uit met die bal. Ik sta te telefoneren. Hallo? Ja? 11:00? Uitstekend, dank u wel, hoor. Rick, hang het op. Kijk nou toch wat je doet, jongen! Ja, je kan nog wel doen. Sorry, opa, maar je moet me ook niet zo laten schrikken als ik bezig ben. Als ik jou nog een keer bezig zie in de keuken met die bal, dan snij ik me in twee stukken. Een sadist. Geconfiskeerd tot na het ontbijt. Vart, ga zitten en eet. Opa, kan je dit linnen jasje even voor me oppersen? Ik wil het zo graag aan vanavond, naar het concert. Naar het concert? Welk concert? Ja, van Nigel Kennedy. Nigel Kennedy, ken ik die? Oh, die! Ha, die punker met dat vreemde haar en die ring door zijn neus. Ja, ja. Door zijn oor, opa. En hij speelt prachtig viool. Oh. Ja, nee, opa, wees nou eens eerlijk. Ik heb een bandje van hem laten luisteren met de Vierjaargetijden van Vivaldi erop. En dat vond je prachtig. Oh ja, helemaal niet gek. Helemaal niet gek. Nee, je dacht dat het Jaap van Zweden was. Ja. Maar zijn tempo lag een beetje aan de hoge kant. Hoewel, ik moet toegeven, jongen heeft absoluut talent. Maar waarom moet dat nou toch in die bespottelijke kleding? Waarom kan die jongen niet gewoon een smetteloos rockkostuum aan? Nee, dat is nou juist bespottelijk. Wie trekt er nou zo'n raar apenpakje aan? Ja, opa, die pinguïns zijn hier al lang uitgestorven. Jullie hebben geen gevoel voor traditie, voor stijl. Nou, hij heeft heel veel gevoel voor stijl. Alleen, het is jouw stijl niet. Ja, schijn het toch alsjeblieft uit, zeg. Een smerig t-shirt, een gescheurde spijkerbroek. Ga je toch niet in concert? Dat noem ik geen stijl. Nou, burgerlijk, hoor. Burgerlijk? Ik zal jou eens wat vertellen, jonge dame. Ik zal jou trouwens helemaal niks vertellen, jonge dame. Het is toch vechten tegen de bierkei. Vooruit gaan zitten en eet geen meddertje. Dankjewel, opa. Ja. Zeg, Anna. Is het niet een beetje burgerlijk om met zo'n fijn gestevig jasje naar zo'n concert te gaan? Zou ik jou pagaat inbranden? Ja, net zoals de vorige keer zeker, in mijn blouse. Nee, dank je. Je hebt er trouwens een hele mooie blouse voor teruggekregen. Ja, opa, je bent een schat, maar wees alsjeblieft voorzichtig, want dat jasje is niet van mij, die is van mama. Dus als er wat mee gebeurt, dan vermoordt ze mij en jou erbij. De groente, man. Jongens, de laatste radijsjes van de koude grond en de eerste druiven uit de warme kast. Nou, dat ziet er prachtig uit, Willem. Dat dacht ik nou ook. Zo, hé, wat een kanjers. Die helemaal voor mij alleen. Nou, joh, kijk maar wat je ervan op kunt, hoor. Van de rest kunnen we altijd nog wijn maken. Oh. Even serieus, opa. Hij is echt heerlijk, zeg. Lekker zoet. Ja, nou, een brutaal bouquet, hoor. Ja. Appellation Bol d'Huis Controleer, zou ik zeggen. Stond als schierig, gewoon verrempeld dat je gelijk hebt, hoor. Zeg,
Apropos, ik heb even met die hondenpsychiater gebeld. Dat wil zeggen, met de secretaresse. Ja. En ik heb een afspraak gemaakt. Oh, te gek. En wanneer gaan jullie? Hedenochtend, 11 uur. Kun je dan? Ja, heel goed. Ja, ik niet, hè, wat jammer. Ik wel. Nee, jij ook niet. Jij moet trainen om 10 uur. Nou, dat kan ik makkelijk afzeggen. Dit wil ik niet missen. Lachen. Auw. Opa Willem en ik gaan daar samen naartoe en we hebben geen enkele behoefte aan een lolbroek die daar de boel op stelte gaat zetten. Nou, dat ben ik helemaal niet van plan. Nee, dat weet ik. Dat zijn dingen die altijd zo spontaan in jou opkomen. Hè? Zeg, wat mooi eigenlijk dat we gelijk konden komen. Ja. Zeker niet drukken. Het was een gekke huis. Ja? Ja, absoluut, ja. We mogen blij zijn dat we kunnen komen en dat er iemand heeft afgezegd. Anders hadden we 1,5 maand moeten wachten tot de dokter een gaatje voor ons had. Het is toch niet te geloven. Ik wist wel dat er veel geflipte dames en heren op deze aardbol rondliepen. Maar ook zo veel getikte honden en katten. Nee, dat wist ik. Maar ja, maar hopen dat die man er iets op weet, hè? Ja, want als er wat gebeurt met Matahari, dan is Tip nog in staat om ons aansprakelijk te stellen ook, hoor. Ja, dat zou niet zo mooi zijn. Nou, wat kan dat nou kosten, zo'n lullig poedeltje? Jongen, vergis je niet. Dat is een Europese kampioen. Dat is best is goud geld waard. Ja, ik heb zo'n verhaal van Marleen gehoord. Die had een vriend met zo'n dwergpinsertje, je weet wel, hè? Zo'n zenuwleiertje. Hè? Nou, die heeft mooi zijn hele studie betaald, hoor. Zijn studie betaald? Hoe kan dat nou? Maar hij liet hem 2 maal in de week dwergpinseressen dekken voor 500 gulden per keer. Per keer? Zo weet je te gek. Hey, wat jammer dat Matahari een vrouwtje is, hè? Anders had ze nu een mooi brommetje voor me bij elkaar kunnen wippen. Erik. Anna! Willem! Ja, ik vind het wel leuk, sorry. Ja. Ik ook. Nee, er is geen enkele reden om u bezorgd te maken, hoor. Het is een schat van een beestje. Hij is alleen een beetje schuw. Een beetje schuw? Hij is overal als de dood voor. Zelfs voor muizen. Hebt u muizen? Mijn dochter. 2 witte in een glazen bak met zo'n molentje, weet u wel. En een wipwaf. Oh, dat is interessant, hè? Dat is interessant. Nou, als u nou de volgende keer die 2 witte muizen met de poes even meebrengt, dan kan ik eens even kijken hoe die relatie in elkaar steekt. Hè? Ja, dan kunnen we eens kijken wat we aan dat wonderlijke gedrag van jou kunnen doen. Ja, graag, dokter. Ja, het is natuurlijk wel belangrijk dat uw dochter zelf die 2 witte muizen meebrengt. Ja, dat zal ik er vragen, dokter. Nou, het beste en dank u wel, tot ziens. Dokter. Dank u wel. Dag, dokter. De volgende graag. Ja, dag dokter Buizen. Morgen is mijn vriend, de heer Willem Bol. Zo, kom gaat hier. Zitten, gaat u zitten. Harry, kom hier. Ga zitten. Zit. Goed zo, hoor. Ja, goed zo. Gaat u zitten. Nou, wat kan ik voor u doen? Maar voor alle duidelijkheid, dokter, wij zijn gewoon goede vrienden, hoor. Dokter. Leuk, allang. Hoe lang is het ook weer? Dat is zo'n 15 jaar. Ja, in 77 heb je het huis gekocht. 78. 78. Gelukkig werd hij altijd alles een beetje beter, hè? Ja. We wonen dus nu zo'n 15 jaar bij elkaar. Nou, dat is heel leuk. Dat hoor je tegenwoordig niet zo vaak meer. Hè? Nee, inderdaad. Ik bedoel eigenlijk te zeggen dat wij... Hij bedoelt te zeggen dat wij huisgenoten zijn. Ja, het kan mij niks schelen hoe u het noemt, hoor. Nee, ik probeer alleen maar dat u niet moet denken dat wel, wij... Wel nee, wat zou ik nou moeten denken? Ja. Ik vind het ouderwets idee om dat allemaal maar onder tafel te stoppen. 15 jaar bij elkaar, dat is niet niks. Nee. Ja, kijk, dit is mijn vriend. Gewoon een aantal jaren bij elkaar, we hebben een heel gezellige relatie met z'n tweeën. Nou, wat zijn de problemen met dit kleine schattenboutje hier? Het hondje is niet van ons, dokter. Het is van mijn nicht, Tip Buis. Ach, natuurlijk. Ja, dat is Matahari, patiëntje van me. Ja. Ik dacht ook al, dat malle strikje komt mij bekend voor. Wat is er met mevrouw Buis aan de hand? Oh, ze ligt in het ziekenhuis, geopereerd aan de gal. Ach, gutte. In die tijd passen wij dus op haar poedeltje, begrijpt u wel, zodoende. Ja. Hoe is het nu met haar? Met mevrouw Buis, bedoel ik. Oh, met die? Oh, daar gaat het uitstekend mee, hoor. Over een paar dagen zal ze wel weer thuis zijn. Maar deze jonge dame gaat het niet zo goed mee. Wat zijn de klachten? Nou, ze eet slecht. Dat wil zeggen, ze eet niet. Ze heeft de laatste dagen al geen hap aangeraakt. Zit er genoeg variatie in haar voedselpakket? Nou, wat zou ik zeggen? Ja, hoor. Rauwe haar, kippenboutjes, tartaars. Mijn haar gaat er echt van overeind staan, dokter. Ik vind dat ze een beetje gewoon een lap vuile pens moet hebben. Maar ja, het is Tip de hondje, dus waar bemoei ik me mee? Inderdaad, het is Tip de hondje, ja. En ik heb de verantwoordelijkheid zo aan Tip in het ziekenhuis. Ja, weet ik wel. Ja, we zijn dus bij haar arts geweest, dierenarts geweest. Meerdere malen zelfs. En ten einde raad heeft die ons doorverwezen naar u.
Dat vind ik heel verstandig van hem. Ja, maar wat kan het nou zijn? Waarom eet ze? Aanstelleritis, dat beestje is tot in de nieren verpest. Doe maar, Willem. Nou, dan zou meneer natuurlijk wel eens gelijk in kunnen hebben. Hè? Kijk, de relatie tussen mevrouw Buis en Matahari is natuurlijk zeer close. En ze zou natuurlijk heimwee kunnen hebben naar het vrouwtje. Ze mist aandacht, warmte, affectie. We zijn wel heel erg aardig voor haar, hoor. Nou, sterker nog, we lopen het vuur uit onze schenen voordat ze kreetje is, schat. Hè? Ja, doe, Willem, doe nou niet! Wat kunnen we doen, dokter? Of moeten wij onze ziel in leidzaamheid bezitten? Wat wel eens wil helpen als u een ongewassen kledingstuk van uw nicht in haar mandje legt. Hè? Zodat Matahari haar geur bij zich heeft. Dat is heel belangrijk voor een hond. Maar waar haalden wij nou ineens een ongewassen kledingstuk van Tip vandaan, dokter? Nou, ik zou natuurlijk even naar het ziekenhuis kunnen gaan en daar een nachtjapon of iets dergelijks kunnen meenemen. Hè? En als ze lopend patiënt is, dan zou natuurlijk een ontmoeting tussen haar en Matahari in de hal van het ziekenhuis kunnen arrangeren. Oh, maar dat is een goed idee. Dat zal ik meteen even met haar dokter bespreken vanmiddag als ik mooi, mooi. Dan wens ik u veel succes. Ja. Is dat alles, dokter? Hoe bedoelt u? Dan moet u haar niet onderzoeken. Dat heeft de dierenarts toch al gedaan? Ja, maar ik bedoel, even mee praten, iets vragen. Vragen? Ik denk niet dat ik het juiste antwoord krijg. Nee. En als ik zeg, hey, je moet wel goed eten, hè? Ja. Dan werpt dat weinig vrucht af, ben ik bang. Ja, nee, inderdaad, ja. Wat doet u dan wel? Oh, de dierenpsychiatrie is een jong vak, hè. De meeste mensen hebben er alleen maar vreemde ideeën over. Dat kan je wel zeggen, ja. Kijk, ik behandel niet zozeer de problemen van de hond, de kat, et cetera, maar die meer van die van het baasje, het vrouwtje in dit vrouwtje geval. Begrijpt u wel? Ja, ja, ja. Nou, ja. Doet u er goed aan uw nicht, hè? Dat zou ik zeker doen. Ja. Kom, schilder. Kom, hondje. Oh, ja, nee. Neemt u mij niet kwalijk dat ik dat even zeg, maar wij leven gelukkig in een tijd waarin men vrij voor zijn geaardheid kan uitkomen. Goedendag. De volgende. Pas op, heet. Nou, oeh, joh, dat gaat hartstikke goed. Hoe kom je aan dat ding? Gevonden bij de vuilnisbak. Hé, gadver. Je hebt hem toch wel goed schoongemaakt, hè? Ja, ik heb hem uitgekookt in een pan met heet water. Hé, nou ik. Out! Ja, zak. Ik zeg nog zo. Pas op. Heet. Onder de kraan. Snel, Rick. Ik bak de tosti wel even. Hé, Nicole. Daar. Oh, het lijkt hier precies een wafelkraam. Zo lekker, hè. Zet lekker maar zijn manier, joh. Dat is niet voor jullie. Dat is voor tante Pit. Tip. Ga je erop zoeken? Nee, ik kan niet tegen ziekenhuizen. Ik kan niet tegen de lucht, begrijp je? Dat is voor opa Henri, die heeft dat besteld voor als hij vanmiddag bij haar op bezoek gaat. Nou, ziet er gaaf uit. Denk je dat ze zo'n mandarijntje zal missen? Afblijvig jij. Wat een mooi mandje. Ja, dat heb ik op de markt laten componeren. Die man, dat is een artiest in zijn vak, hè. Zeg, waar zijn ze eigenlijk, de opa's? Oh, ze zijn met Matahari naar de psychiater. Wat? Zijn ze toch gegaan? Oeh, maar daar zou ik bij willen zijn. Anders ik wel. Wat is er zo leuk? Nee, niks. Nou, dan ben je ook makkelijk aan het lachen te krijgen. Nee, ik moest even denken aan dat beeld van jullie twee samen met Matahari op de divan bij de psychiater. Ja, heel amusant, ja. En wat zei die de psychiater? Wat ik meteen al heb gezegd, het is een door en door verwend moord. Zet eruit, zeg. Hij had twee opties en die ga ik vanmiddag even bespreken met Tip en haar dokter. Ja, hij zei ook nog dat een ongewassen kledingstuk van Tip dat misschien nog zou kunnen helpen. Nou, Willem, zullen we de vuile was van Tip nou binnenskamers houden, alsjeblieft? Gekkenhuis. Wat ga je doen? Ommetje maken. Met een echte hond. Oh. Does, kom. Hé, kom op. Ja, hij is gek. Hé, opa, heb je de fruitmand al gezien? Oh, nee, wat mooi. Dank je wel, Nicole. Ja, die man op de markt, hè, die heeft goud in zijn handen. Ja. Hoeveel krijg je van me? 25 gulden voor het fruit. Ah. En de compositie krijg je gratis en voor niks erbij. Ah ja, er zit toch wel een reepje chocola bij, hè? Dat is erg belangrijk, want als ik alleen met fruit aankom, dan krijg ik alsnog op het donder. Ja, kijk, eentje met nootjes en eentje met zonder nootjes. Ah, juist. Ja, nou, prachtig, hoor. Ja, die 25 gulden, die krijg je nog van me, hoor. Die zal ik, ja. Zal ik je zo spoedig mogelijk doen toevallen. Tot opschrijven. Een maf beest is het toch, hè? Moet je nou eens zien zitten? De actreutel. Ja, wat een actrice, hè? Daar is mama niks bij. Nee. Dat is lijden met de lange ei. Waarom neemt opa er niet gewoon mee als hij bij tante Tip op bezoek gaat? Nou, je krijgt zijn hond toch nooit een ziekenhuis in? Dat is toch verboden? Ja, maar als het nou een kwestie is van leven of dood? Voor wie? Ja, allebei. Matahari is al bijna dat hoekje. Mijn Tip krijgt de beroerte als ze dat hoort. Hé, als we er nou eens naar binnen smokkelden.
maar daar krijg je er last mee? Ja, toch niet dat ze niks in de gaten hebben? Nee, ze ligt alleen op een kamer. Ja, maar als ze zo'n zusterke binnenkomt, dan is het kermis, gelooft me vrij. Hé, hey, jongens, schijn dat toch uit, joh. Je krijgt zo'n hond niet eens langs de portier. Oh, nee? Nee, tuurlijk niet. Let me op. Jij gaat toch zeker niet? Zeker wel. Jongen, daar krijgt jij last mee. Annabel? Hallo. Ja, we zijn door. Blanche, nee, wat een verrassing, zeg. Hoe kan dat nou? Jouw beeldenis staat in mijn ziel gegrift. Nee, helaas. Nee. Nee, ik moet vanmiddag op ziekenbezoek bij een oude nicht van me. Ja. Nou, morgen. Nee. In Groningen. Ja, nou, het enige wat erop zit is dat jij van Groningen naar Rotterdam verhuist, hè? Wat zeg je nou? Macho opmerking of zo? Oh, ik van Rotterdam naar Groningen verhuizen. Ja. Ja, dat is ook een leuke, zeg. Ja. Ja, ik zal het zeker doen, hoor. Ja, ik hoop dat ik je spoedig zie. Ja, dag Blanche. Ik naar Groningen. Hé, hey, kom. Zo, zeg. Jongelui, ik ben even weg naar het ziekenhuis, hè, tante Tip. Wij gaan met je mee. Oh, dat zal ze leuk vinden. Zeg, laat die tas maar hier. Nee, die moet mee, daar zit een cadeautje in. Een cadeautje? Hoezo, wat is dat dan? Matahari. Matahari? Geef hier! Ben je nou gek geworden? Stift niet waar, hoor. Nou ja, jongen, dat kan je toch niet doen. Ja, en zo wou ze Matahari bij jou binnen smokkelen, zeg. Oh, wat zijn het toch een schatten van kinderen. Ja, onverantwoordelijk. Ach, oude dienstropper die jij bent. Ah, natuurlijk. Een hond in het ziekenhuis is een misdaad. Ja, stel je voor dat ik het niet had tegengegaan, zeg. Nou, dan lag ik nou gezellig met Matahari onder de deken. Ja, ik kan me iets leukers voorstellen. Ik niet. Nou, maar wat doen we nu, hè? Heb je iets van een ding in Japan? Kan je dat niet uittrekken wat je aan hebt? Ja, zeg, uitgesloten is toch te gênant voor woorden. Ik laat jou een beetje met mijn vuile was over straat gaan. Nee hoor, dat is niks. Oh, nou, maar wat doen we dan? Thee, limonade, ijs, Haagse hopje, chocolade. Oh nee, niet voor u, sorry. Zuster! Momentje, kom er zo aan. Ik lijk wel een hoper. Dat is weer een nieuwe, hè? Ja, dat is zuster de leukste thuis. Oh. Elke dag een ander, zeg je, raakt er gestoord van. Oh, vlug. Wat is er? Houd die chocola uit, anders pik ze het in. Vlug. Oh, ja, dan de baby's. Zo, daar ben ik weer. Wilt u ook een kopje thee misschien? Nou, heel graag, zuster, heel graag. Dank u wel. Is er ook een chocolaatje bij misschien? Hè, vraagt u toch niet steeds naar de bekende weg? Chocolade is niet goed voor u. Nou, ik vraag niet voor mij, hoor. Ik vraag voor hem. Oh? Ja, natuurlijk. Mag het misschien even zo? Och, natuurlijk, zuster. Dank u wel. Ja. Denk erom dat u straks even bungelt, hè? Oh ja, graag. Waar is het touw? Dat wil ik straks wel even brengen. U bent me er eentje. Koffie, thee, limonade, ijs. Bungelen? Ja, ik ben lopend patiënt. Ja, waarom lig je dan in bed? Ik heb helemaal geen zin om te lopen. Oh. Nou ja, we moeten er echt iets op bedenken. Het gaat echt heel erg slecht, hoor, met Matahari. Ja, ik weet het ook niet, want je maakt me zo zenuwachtig, Henri. Ja, wat moeten we doen? Nou ja, Fred, ik ga wel even naar die dokter. Nou, je toch lopend patiënt bent, kunnen we misschien een ontmoeting arrangeren tussen jou en je oogappel. Hè, beterschap? Hé, hey, kom eens hier, mannetje. Wat is er? Kom eens hier met die reepje chocola. Oh! Ja, wat dom, hè, van mij. Dom, hè! Ik laat je al door, hoor, rotzak. Ja. Huh? Rotwijf. Zo, nou, dat varkentje heb ik weer eens even mooi gewassen. Ik heb alles geregeld met die dokter. Alles komt prima voor elkaar. Je paard staat ongedekt, Wil. Ja, inderdaad. Dank je, pa. Houd toch je mond eens open. Oh, nee, alsjeblieft niet kwalijk. Zeg, moet je horen, zeg. Ik heb een ontmoeting gearrangeerd tussen Matahari en Pip in het cafetaria van het ziekenhuis. Mosterd na de maaltijd, pa. Hoe bedoel je? Dat het poedeltje alweer eet, opa. Hoe kan dat nou? Nou, het probleem heeft zich vanzelf opgelost. Ja. Kom maar mee. Kom maar, ja, daar wil ik bij je zeggen. Kom maar. Ah,
dag, nee, Vivo. Nee. Waar blijf je er toch zo lang? Ik moest even met de dokter praten. Oeh, dat geleuter van die kerels, ja. En vrouwen moeten het heft in handen nemen, anders gebeurt er niks. Tip, hoe kom jij hier? Met een taxi natuurlijk. In de nacht goed, regenjas eroverheen en ze zou het ziekenhuis uitgelopen. Oh ja, zeg, Willem heeft de taxi betaald, geef jij het even terug, wil je? Ja, ja, ja. Oh, en Willem is zo lief geweest om mij te vragen een beetje te blijven logeren. Maar waar moet je dan slapen? Hier natuurlijk. Maar waar moet ik dan slapen? Ja, Harry, dat regel je nou maar, hè. Oh, nou heb ik toch zo'n zin in een groot stuk chocola. Even zo goed een waanzinnig wijfje, hè, die tip. Ja, ja. Maar ik ben mooi de sigaar. En dat is jouw schuld. Wat, mijn schuld? Ja. Ik ben een sigaar. Nee, ik ben een sigaar. Ze slaapt op mijn kamer. Ja, maar ik ben opgeschreven met een zeurende, mopperende, snurkende oude man. Ik snurk niet. Hij snurkt niet. Yeah.